Chris en Bas, Amina en Eva zitten op de regenboogschool in Leiden. Ze zijn beste vrienden en komen uit twee verschillende gezinnen. Amina en Eva komen uit een gezin dat aanhanger is van het witte geloof. Chris en Bas komen uit een gezin dat gelooft in blauw. Maar de vier kinderen merken geen verschillen, maar juist overeenkomsten. Ze hebben dezelfde hobby's, kunnen om dezelfde dingen lachen en vinden dezelfde vakken leuk. Maar ook zitten ze in een hele hechte klas, met allemaal kinderen die ook uit gezinnen komen met verschillende achtergronden. Wist je dat er een nieuwe schooldirecteur is? Oh, sinds wanneer dan? Vandaag. Onze moeder kent hem. Oh, leuk. Nou, volgens mij is hij een beetje streng. Op een vrijdagmiddag komt de moeder van Amina en Eva naar school. Ze voert een gesprek met juf Hester en de nieuwe directeur. Hoor jij wat zeggen? Wacht heel even. Ze hebben het over geloof, denk ik. Maar ik wil zo graag buiten spelen. We zullen kijken wat we kunnen doen. Na het weekend komen alle kinderen weer naar school. Maar er was iets geks aan de hand. De school heette geen regenboogschool meer, maar blauw-wit school. En er is meer. Jullie ouders hebben dit besloten, samen met de nieuwe directeur. De vier vrienden vinden het onbegrijpelijk. Dus ze willen gewoon met elkaar kunnen spelen. Dit is echt belachelijk. Ja, maar we kunnen niet tegen die juf ingaan. Misschien heeft ze wel gelijk. Kom, we gaan spelen. Ja, goed idee. Ook in de klas wacht een verrassing op ze. We hebben het gezien. Ga jij naar die kant? Jij moet naar die kant. Jij moet naar die kant. Juf, waarom mogen we niet met elkaar samenwerken? Wie heeft dit bedacht? Jullie ouders hebben dit besloten samen met de nieuwe directeur. Ik weet het niet, maar ik vind het in ieder geval heel raar. Eva besluit om die middag af te spreken met de jongens. Als de zusjes thuiskomen, zijn ze niet blij. Hoi, was je die dag op school? Schrikkelijk. Het is niet normaal. Hoezo niet? De school wordt gescheiden tussen wit en blauw. Die woorden gebruiken wij hier niet. Blauw is hier verboden. Je hebt toch genoeg witte vrienden waarmee je kan spelen? Ja, maar er waren ook nog twee blauwe vrienden waar ik het helemaal goed mee kon vinden. Wij gaan buiten spelen. Hoezo? Het is al pas 4 uur. We hebben even wat frisse lucht nodig. Oké. Okay. Alleen maar met witte kinderen, hè? Ja. Bij Chris en Bas is het niet veel anders. Oh, hallo. Hoe ging het op school? Schrikkelijk. Hoezo? Wat normaal. Maar de hele klas is gescheiden, blauw met blauw en wit. Hé, dat soort taal gebruiken wij niet, hè? Waarom niet? Wit is niet ons geloof. Maak dat uit. Willen jullie niet thee drinken of zo? Nee, we gaan naar buiten. Doei. Niet met witte kinderen spelen. We kunnen dit toch niet opgeven zomaar, ons vriendschap? Alleen maar vanwege ons geloof, dat is toch niet normaal? Nee. We kunnen niet veel doen inderdaad hier tegen, maar het moet een oplossing zijn. Ja, maar welkom. Dat is de vraag. Jongens, ik heb een idee. We kunnen onze ouders en de schooldirecteur ook gewoon aanklagen. Dat kan toch niet, het zijn onze ouders. Maar het is wel discriminatie. Kom op jongens, we gaan naar de rechtbank. En zo gebeurt het. Eenmaal in de rechtbank klaagt ze hun ouders en de school aan voor discriminatie. Omdat ze volgens het kinderrechtenverdrag een eigen geloof mogen kiezen. Omdat er nog nooit kinderen waren die hun ouders hebben aangeklaagd, komt het die volgende dag op televisie. Het hele land spreekt er schande van. De ouders van de vier kinderen, maar ook de schooldirecteur, zien het op tv. Ze schrikken ervan en zien in hoe belachelijk het is om kinderen te verbieden om elkaar om te gaan. Wat krijgen we nou? Oh, ik ben erin, meneer. De schooldirecteur vreest vooral voor zijn reputatie. Dus de regels op
School schaft hij het direct af. De volgende dag komen alle kinderen uit voor de test in blauw-witte kleding naar het school. De naam van de school werd weer de regenboogschool en de ouders van de kinderen nodigen elkaar uit voor het eten.